zit bij Samira thuis, de oudste zuster van Hila. En Samira is maandag 11 december jarig. Normaal moest zij getuigen, maar gelukkig heeft zij de vrijdag moeten getuigen, de 8e. Ja. Malika, Hilal zijn zuster. Zoon van Malika is op dezelfde dag jarig als Hilal. Dus als ze de verjaardag vieren van haar zoon, is voor de zuster heel moeilijk. Omdat ze ook die dag Hilal jarig is, die vermoord is. Dus dat is met mixed emotions. Dus de kerstkaartjes. Oh ja. En dat is allemaal zoetpen, koffie. Dat kun je lekker met Malika opeten morgen, voordat je naar de rijbank gaat. Ja. Zou ik zeker doen. En ik heb ook iets voor Malika bij. Weet je wat dat is? Dreamcatcher of zo. Dat is een dreamcatcher. Dat is voor Malika, omdat ze heel veel nachtmerries heeft na de moord op Hilal. En dat is een hele grote dreamcatcher. Dat ze al die nachtmerries kan opvangen, dat Malika kan slapen. Ja, dat is echt. En onze Gila weg. En naar die vader en moeder. Ja. Toen blijf je stilstaan, hè. Die is beter. Weet je, ergens heb ik gewoon omdat... Ons ma heeft eigenlijk van vroeger altijd op ons gedrukt van Hilal, Hilal, Hilal. Ja, want Hilal was bij ons. Hè? Hilal was echt alles bij ons. Dat weet ik. En langs mijn kant heb ik echt zo'n gevoel van... gewoon dat we gefaald hebben nu zelfs. Jullie hebben niet gefaald, we hè? We hebben niet gefaald. Je kunt daar niks tegen doen, hè? We hebben juist een clip gezien dat de zuster van Hilal Malika zegt dat die gefaald hebben. Daar ga ik iets over zeggen. Bij de... migranten gewoonte dat de ouders met de kinderen praten en dan praten ze meestal over, zeggen ze tegen de kinderen wat ze denken die in het leven gaan redden, van let op je broertje als we er niet meer zijn, als ze iets zeggen, zie dat door de vingers, dat is ook zo, hè? Ja, dat is waar, klopt, en niet kwaad worden, zorg dat je geen honger lijden of dit of dat. Dat is wat Malika bedoelde. Dus de moeder van Malika heeft Samira en Malika altijd gevraagd van, kijk, let op Hilal, als er iets is, help die jongen. Want jullie zeiden zelf dat jullie de geld toestopten en kleren kochten, hè? Ja, ja. Zelfs toen je jong was, zei je moeder dat, hè? Van, ja, ja, let op hij Hilal. Stond zelfs langs mij, ja, toen hij nog klein was. Ja, voilà. Hier woonden wij vroeger, waar de zwarte auto staat. En Hilal heeft met zijn zusters gewoond, waar de witte Berlingo staat. In die huis daar. En we kennen elkaar al meer dan 25 jaar als buren. En hier hebben we allemaal gespeeld. Eerst wij en dan hun, met mijn neefjes en nichtjes. Allemaal lachen en gieren, lol maken. Nu is Hilal spijtig genoeg dood. Rust en vrede, Hilal, en heel veel sterkte aan je zuster. Je hebt dat eens gevraagd aan de politieagent waarom dat ze die jongens niet vervolgden die dat wisten. Wat had die politieagent gezegd? Ja, dan moet ik half Genk gaan aanhouden. Dus ze moesten dan half Genk aanhouden omdat dat bijna iedereen wist en iedereen heeft gezwegen. En dat zo'n goede jongen is doodgegaan, dat vind ik een hele spijtige zaak. Echt waar, mijn hart bloeit. En vooral op het moment toen Malika in de Albert Heijn dat bericht kreeg van iemand, hoe hij al was gestorven. Want Malika zei zo tegen mij toen, de eerste dag, hè, van ik hoop niet dat hij al veel pijn heeft geleden. Toen heb ik tegen Malika gezegd, ik zeg, maar ja, ik zeg, dat zal zoals in de films zijn, heel snel in zijn hoofd geschoten. Zoals je een televisiestekker uittrekt. Ja. En toen kreeg ze die... Want ik heb toen tegen Malika gezegd, ik zeg, lees geen krantartikels als, via de gsm. Want ik wou die zo snel mogelijk bij Brian thuis brengen, dat jullie haar konden opvangen. En toen ze dat kreeg, ik was er een paar meter van haar af, hè. Ze begon echt te krijsen en te schreeuwen. Die schok, hè. Toen ze zag dat hij was doodgemarteld, hè. Ik heb ook gewend daar. Serieus, ze hebben ons moeten opvangen, hè. Ik heb me heel sterk gehouden, maar toen die zuster zo begon te flippen, dat was zo erg. Weet je, ik heb nog nooit zoiets gezien dat iemand in een keer zo shocktoestand geraakte. Wat er met zijn broertje was gebeurd. Hilal heeft hier zijn laatste bezoek gebracht met de verdachten allemaal. Hier bij de Bruno's in Genk. Zonder te weten dat ze hem de dag daarna gingen vermoorden.
Hier is hier al de laatste keer gefilmd toen hij met de beklaagde aanwezig was. Hij was hier met de kassabediende aan het praten en aan het lachen, zoals hij altijd lachte. Dat was hier in de Brinos. Hier staat op: The best man is Hilal, met een hartje. En Hilal had hier gewoond. Hè. Hier hebben ze hem ontvoerd in de garage. Dus hij was daar aan het chillen met een kameraad. En daar hebben ze hem ontvoerd. Zelfs de dag toen er storm was, de zaterdag, toen Hilal gemarteld werd, was brandweer en politie gekomen omdat er dakpannen waren afgevlogen. En ze hadden gezegd dat Hilal niet thuis was, want die moest Hilal hebben. De dag daarna kwam de klusjesman op de dak te herstellen. Hebben ze gezegd van, is Hilal daar? Hadden ze gezegd dat Hilal niet daar was, terwijl hij er ook binnen was. Dus hier is dat gebeurd. Hè. Hier hebben ze die jongen ontvoerd. En daarom hebben ze geschreven, de best man is Hilal met hartjes. En omdat hier veel ramptoeristen kwamen, hebben ze ook geschreven, blijf weg. Rust en vrede Hilal, Allah met het zin. Ik blijf ook altijd zeggen, iedereen heeft een pijngrens. Als je zodanig gemarteld wordt, hè, dan zeg je automatisch, ook al heb je het niet gedaan. En dan ze martelen, dan zeg je direct van ja, ik heb het wel gedaan, dat ze gewoon ophouden. Maar Hilal, die heeft altijd ontkend. Dat was Hilal zijn karakter niet, want nee, ik heb nooit bij jullie in Bree de politie voor de deur gezien. Dat Hilal een snoepje had gepikt, nooit, of dat die had gevochten, nooit. Dus dat is Hilal zijn karakter niet. En vooral, zoals jullie zeggen, bij vrienden zal hij nooit rippen. Ja. Als hij dat moest rippen, dat was Hilal zijn karakter niet. Mm. En volgens mij had hij dat niet gedaan. En die hoofddader heeft de rest zo opgenaaid voor te zeggen van, Hilal heeft gezegd tegen, ik zeg maar die naam van die persoon, dat jij dat hebt gedaan, had hij die jongen opgenaaid en anderen opgenaaid, dat ze zo voedend waren. En op het moment dat ze Hilal hebben gezien, hebben ze daar volle patat beginnen te slaan en te martelen. Die hoofddader heeft een heleboel opgenaaid tegen Hilal, terwijl die jongen dat in mijn ogen 100% niet gedaan heeft. Ik ben 1000% dat hij dat niet heeft gedaan. En daarom hebben ze zoveel geweld gebruikt, omdat hij had gezegd tegen die persoon, ja, Hilal zegt dat jij dat hebt gedaan. En tegen persoon B zei die, Hilal heeft gezegd dat jij dat hebt gedaan. En die heeft een heleboel opgenaaid met al die personen, en daarom hebben ze heel veel geweld gebruikt tegen hem. Want zoals Malik ook zei, als je een dag martelen. Laat staan een uur martelen. Ja, maar 3 dagen. Ja. Dan zeg je sowieso, want dat of dat is gebeurd. Dus ja. Ik ben er zeker van dat Hilal dat niet had gedaan. En ook, ze hebben toen gezegd van ja, dat hij zo gezegd zou gezegd hebben van ja, je moet me doodmaken. Nee. Zo is Hilal niet. En ook die eerste, weet je nog toen die hoofddader zei dat hij naar de garage was gegaan en dat Hilal zoals Scarface had gezegd, Nicky en wie was die andere? Roberto, die gaan dealen. De handel overnemen. Handel overnemen en jij ligt eruit. Dat is Hilal zijn praatjes niet. Dat helemaal niet. Hilal is geen Scarface, hè. Hij deed zo alsof Hilal Scarface was. Echt Pablo Escobar. Ja, voilà. Dus dat was allemaal overdreven en niemand gelooft dat ook. Dus, nee, echt, ja. Het is gewoon verschrikkelijk wat er gebeurd is. Hè. Ja. Is echt, En dan over die van de krantenwinkel, zelfs die wist dat, zaterdag. Zelfs die heeft niet geholpen. Op een rechtbank komt die getuige van, Hilal was heilig voor mij. En ik heb die ook nog een hand gegeven. En nu lees ik dat hij dat ook van zaterdag wist. Dus, want die Melanie had dat gezegd, dat tegen hem. Hè? Ja. Dus, je hebt dat eens gevraagd aan de politieagent, waarom dat ze die jongens niet vervolgden die dat wisten. Wat had die politieagent gezegd? Ja, dan moet ik half Genk gaan aanhouden. Dus ze moesten dan half Genk aanhouden, omdat dat bijna iedereen wist en iedereen heeft gezwegen. En dat zo'n goede jongen is doodgegaan, dat vind ik een hele spijtige zaak. Echt waar, mijn hart bloeit. En vooral op het moment toen Malika in de Albert Heijn dat bericht kreeg van iemand, hoe Hilal was gestorven. Want Malika zei zo tegen mij toen, de eerste dag, hè, van ik hoop niet dat Hilal veel pijn heeft geleden. Toen heb ik tegen Malika gezegd, ik zeg, maar ja, ik zeg, dat zal zoals in de film zijn. Heel snel in zijn hoofd geschoten. Zoals je een televisiestekker uittrekt. Ja. En toen kreeg ze die... Want ik heb toen tegen Malika gezegd, ik zeg, lees geen krantartikels als, via de GSM.
Want ik wilde zo snel mogelijk mijn Brian thuis brengen, dat jullie haar konden opvangen. En toen ze dat kreeg, ik was een paar meter van haar af en ze begon echt te krijsen en te schreeuwen. Die schok, hè. Toen ze zag dat die was doodgemarteld, hè. Ik heb ook gewend daar. Serieus, ze hebben ons moeten opvangen, hè. Ik heb me heel sterk gehouden, maar toen die zuster zo begon te flippen, dat was zo erg. Weet je, ik heb nog nooit zoiets gezien dat iemand in een keer zo shocktoestand geraakte. Wat er met zijn broertje was gebeurd. Dus dat zijn allemaal dingen wat die 13 hebben veroorzaakt. Dus buiten al de verdriet wat die mensen nu moeten meemaken. Die hebben geen feestdagen meer. Jullie vieren geen verjaardagen meer. Hè? Nee. Behalve van die kleine kinderen van Malika. Ja. Maar van jullie eigen geen nieuwjaars, niks meer. Die hebben geen leven meer. Alles is ontnomen door die 13 daders. Of die 13 beschuldigden. Je kunt niet feesten als je weet dat je broer gewoon letterlijk vermoord is. In het begin had je ook moeite met lachen, hè? Ja. Omdat je denkt van, als ik lach, mijn broer is dood, heb je had je schuldgevoelens. Ja, zover gaat dat, hè? Ja. Dus die 13 beklaagden hebben meer dood gemaakt dan heel al alleen. Die hebben die levens van die zusters kapot gemaakt. Ja. En ook de levens van hun eigen familieleden ook. En dan ook nog het geval van, ja, dat was niet de bedoeling om hem te doden. Dat is goed, hè, dan kan ik ook in de toekomst iemand gaan ontvoeren die ik haat. 3 dagen goed martelen, in elkaar kloppen. En zijn eigen braaksel laten sterven. En dan zeggen, ja, maar dat was niet de bedoeling, ik wou die vrijlaten. Ja, jij zit het tot 3 dagen dan laten lijden. Wat wil je dat die een keer gaat opstaan en zeggen van, hop, ik ben genezen. Dus maar ze kunnen die wel in de kruipkelder leggen, dat kunnen ze wel. Ja, in de kruipkelder leggen. Maar maandag tussen 7 en 9 zou hij moeten overleden zijn, maar ja, we dus, weten niet. Dat wordt niet beschouwd als moord en martelen, maar niet bedoeld om te moorden. Wat was hun bedoeling dan? Als je iemand 3 dagen gaat in elkaar slaan, vreselijk gaat martelen en je gaat die niet naar ziekenhuis brengen, hoe gaat hij dan genezen, hoe gaat hij het overleven? En ik ben er zeker van, hè. Stel voor als Hira dat had gered. Dan hadden ze die niet naar spoed gebracht. Na die marteling. Want die mannen, die weten wat hun te wachten staat. Omdat ze al met het gerecht te maken hadden gehad. Die wisten dat je toen al 10, 15 jaar gingen krijgen voor martelen. Ook al leefde Hira, je mag niemand martelen. Oh. Ik ken een jongen, die had iemand... die had een strijkijzer op zijn kameraad op zijn been geduwd. Bij een ruzie, die heeft 8 jaar gehad. Dus die mannen weten, ook al stel voor, als Hila dat had gedaan en ze hadden hun drugs terug, dan hadden ze hem niet naar spoed gebracht, want die weten wat er te wachten staat. Dan hadden ze echt hem niet laten leven, zo simpel is dat. Dus Hila was gedoemd om te sterven, dat is wat ik denk. Ja, dat is niet wat de zuster denkt, hè? Dat is wat ik denk. Maar ook dingen, want ik zeg ook zo van, kijk, ze hebben de drugs niet, als er drugs weg is, of als er geld weg is, ze hebben dat niet. En ze hebben mijn broertje zijn leven ontnomen, dus. Daar zit iets meer achter, maar ja, de enige waarheid weet alleen maar God en Hillel. En die gebroers, hè. Ja. Dus, en ik heb je dan nog eens gezegd, als ik nu iemand moet gaan verhoren, stel voor, ik moet iemand hebben die iets van mij heeft gepikt. Ik ga die niet met een hamer op zijn kop slaan, want dan sla ik die dood. Nee. Met een hamerslag kun je iemand doden, hè. Zeker op de hoofd, hè. Ah, voilà. Dus volgens mij, die wisten goed genoeg dat hij dat niet had gepikt, die hoofdader. Maar die wou dat zo laten lijken dat hij dat had gedaan. Een heleboel opgenaaid. Dat die jongens zo voedend waren op Hila, dat ze hem met een laatste kracht in elkaar hebben getimmerd. Dus... We hebben juist een clip gezien dat de zuster van Hilal Malika zegt dat die gefaald hebben. Daar ga ik iets over zeggen. Bij de migranten, dus bij Turken en Marokkanen, is het gewoonte dat de ouders, als die ziek zijn of als die ook gezond zijn, met de kinderen praten. En dan praten ze meestal over, zeggen ze tegen de kinderen wat ze denken die in het leven gaan redden. Van, let op je broertje, als we er niet meer zijn. Als je iets zegt, zie dat door de vingers. Dat is ook zo, hè. Ja, dat is waar. Klopt, en niet kwaad worden. Zorg dat die geen honger lijden of dit of dat. Dat is wat Malika bedoelde. Dus de moeder van Malika heeft Samira en Malika altijd gevraagd van, kijk, let op Hilal.
Als hij die zus helpt, die jongen. Want jullie zeiden zelf dat jullie die geld toestopt en kleren kochten. Hè? Ja, ja, ja. En dat komt omdat je al van kleins af aan, zelfs toen je jong was, zei je moeder dat. Hè? Van, ja, ja, want hij zit zelfs langs mij, ja, toen hij nog klein was. Ja, voilà. Dus dan wordt altijd gezegd van, hou een oog in het zeil als we er niet meer zijn. Of als er iets is, help Hillel. Niet dat Hillel zijn plan niet kon trekken, ja, maar dat wordt altijd zo gedaan. Maar in elk geval, in mijn geval is dat ook zo. Maar mijn ouders, die hebben nooit met mij gepraat om te vragen van, Adnan, let op je broer of let op je zuster. Want die weten dat die een plan kunnen trekken. Maar andersom is dat bij ons ook zo. Waarom? Ik weet als mijn zuster mij een sms heeft of belt en ik pak niet op, dan zijn ze al in paniek. Waarom? Die hebben dat gevoel van verantwoordelijkheid. Ja. Omdat die ouders dat vroeger zeiden. Dat is zo, ja, hè? Ja, dat is ook zo, dat klopt. En dat hebben jullie ook. En daarom zijn jullie van de falen. Mm. Omdat jullie de moederrol hebben opgenomen sinds die mama overleden is. Klopt, ja. En dat is wat ik wil uitleggen. Dat is wat Malika bedoelde van, wij hebben gefaald. Dat is omdat zij de verantwoordelijkheid hebben overgenomen van de moeder naar overlijden, dat ze op hem moesten passen. Maar ik heb die, toen Malika begon te wenen, heb ik de camera stopgezet. Ja, klopt. Ja. En daarna heb ik met Malika gepraat en met die ook. Want Malika zegt zo, als ik er was, had ik tegen Hillel gezegd, ga niet met die jongens om. Maar dat had toch niks geholpen. Je kunt dat zeggen, maar die gaan dat toch niet naar ja, luisteren. Ja, zeker. Hij was 33. Ja, voilà. Snap je? Die zeggen van, oh, die zijn overbezorgd. En bij ons ook. Wij hebben zo eens vroeger gezegd, doe dat niet. Ik heb dat gedaan en dan tegen de lamp opgelopen. Dus Malika heeft schuldgevoelens daarover, dat hij dan vermoord is. Maar Malika had dat toch niet kunnen tegenhouden. Nee, en jullie hadden dat kunnen zeggen. Maar ik weet dat van eigen ervaring. Er wordt toch niet naar geluisterd, omdat iedereen het beter weet. Ja, zeker als je ouder bent, dan zeg je van, ja, ach, overdrijf nu. Ja, voilà. Maar ja, die bezorgdheid blijft altijd. Hè? Dus Malika en jij ook, Samira, jullie moeten je niet schuldig voelen, want jullie kunnen daar helemaal niks aan doen. De enige schuldigen, dat zijn die daar op de rechtbank zijn, die 13 beklaagden. Maar jullie treffen geen schuld. Jullie hebben alles gedaan wat jullie konden. En ik, als buren van jullie, ex-buren, heb dat gezien. Dat jullie alles hebben gedaan voor Hillel. En ja. Hillel was ook heel lief tegenover jullie. Ja, hij was ook beschermd. Hij was ook heel beschermd tegenover, want hij voelde, hij was de man des huizes. De man des huizes. Maar hij was, hij voelde zich ook verantwoordelijk. Dus op dat gebied, ik hoop dat je, Malika en jij ook, jullie rust vinden. En jullie hebben alles gedaan wat jullie konden doen. Je had dat toch niet kunnen voorkomen, al had je dat 1000 keer gezegd van, ga niet met die jongens om, die luisteren toch nee, niet. Nee, ja. Dat is niet om heel wat slecht te maken, maar helemaal ik vind dat niet, uit eigen ervaring. Ja. Ik heb ook tegen een familielid gezegd, ga niet met die om, die had dat gedaan. Of tegen een kameraad, je weet wat ik bedoel. Doe dit niet, doe dat niet, die deed dat, dan liep je tegen de lamp op. Dus, spijt komt altijd te laat. Spijt komt altijd te laat en niemand luistert. Iedereen weet toch alles beter. Dus op dat gebied heeft Malika en jij je niks te verwijten dat jullie tekort zijn geschoten. Want hij had gewoon nooit alleen moeten gaan wonen. Hij had gewoon bij mij moeten blijven. Dat is het lodde. Noodlodde. Moet ik het hebben, ja. Ik weet dat, want, maar ja, het is in elk geval, jij moet je ook niks beklagen, want jij hebt tegen hem gezegd van, blijf bij mij wonen, maar hij wil je meer privacy. Ja, het is wel mijn eigen leven dan. Dus, maar in elk geval, jullie hoeven eigen niks te verwijten dat het zo is afgelopen. Ik zeg nog eens, de schuldigen zijn die 13 die op de rechtbank zijn, en niet jullie, want jullie hebben je best gedaan, en meer kun je niet doen. Alhamdulillah. En nog eens, ik wil jullie nog heel veel sterkte, moed wensen. Dank en dat alles goed gaat meevallen met de rechtbank en dat die worden veroordeeld. Samira, Malika, bedankt en heel veel succes in de toekomst. Bedankt.